Ik ben zelf iemand, ik maak me heel erg hard voor Native Americans. En er is een chief geweest die zei, pas als de laatste boom gekapt is, de laatste rivier vervuild, het laatste eten vergiftigd, dan zal de mens erachter komen dat je geld niet kan eten. Give me some. Move your body right. Pull your hands up. Move your arms around. Yep. I know soul. Nod your head. This nigga got soul. Yo. Dat we hier iets leuks van maken vandaag. Volgens mij ben ik de enige die een megafoon bij zich heeft. Dus ik stel voor dat iedereen die wat wil zeggen, hier ze zo meteen even naartoe komt en dan wel even zijn ding doet, zeg maar. Ik wil zelf wel een aftrapje geven. Ik denk ten eerste, ik ben enorm trots dat ik hier zo mag staan als onderdeel van deze prachtige groep die net op meerdere terreinen heeft laten zien. Dat we anderen te slim af kunnen zijn. Ik heb net een paar politieagenten zien rennen en zo. Dat zeg maar naar achteren niet in onze kant. Zo moeten ze maar geen slechte mensen beschermen. Ja, helaas, daar zijn nog aan de verkeerde kant. Wij staan aan de goede kant. Juist. Het wordt tijd dat we ons gaan organiseren en dat we dit verder gaan trekken. Maar vooral nu anderen die ook iets willen. Allemaal. Kijk nu naar het gezicht, want mijn gezicht is niks. Al die beslissingen zijn allemaal gezichten. Ga dus iets uit je hart ondernemen. Ik spreek ook tegen het kabinet. Ik ben een vriend van het kabinet. Maar ook wil ik wel eens positieve dingen van me horen. Zoals we allemaal niet staan. We staan hier allemaal machteloos. Te zeuren en te strijden. Waarom allemaal? Waarom zijn we een familie zijn hier. En gaan niks verbieden. Zodat politie ook niet mogen meedoen. Nou, dat is een keer komen. En dan kunnen we verder gaan. En we zeggen allemaal, we gaan door! De Haagse lente is begonnen! Ik heb ook nog iets. Nou mensen, ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn. Want dit kan zo niet langer. Een kabinet steun je toch niet die dit af gaat breken allemaal? Je steunt toch geen kabinet die al het geld van jullie inpikt, een belastingdienst op jullie nek schuift als je weinig geld hebt? Het is gewoon gemeen, super gemeen, als een kabinet een heleboel geld steunt en de bekende en alle rijke mensen gewoon hun geld in hun zak laat houden. Laten zij maar eens in gaan leveren. En vooral onze koningin, die vindt dat ze zoveel geld heeft. Inleveren! Wij hebben recht op dat geld, want wij werken ervoor. En een Nederland kan alleen goed zijn als we allemaal inleveren. En niet de armen het meeste en de rijken het minste. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Hallo beste mensen, ik raad elke Nederlander aan om de documentaire The Money as Debt op internet te kijken. Dan weet je precies hoe het hele geldsysteem in elkaar zit. Allemaal kijken vanavond. Mijn naam is Jessica, ik ben van Niboro en SLPM. Wij bedrijven onafhankelijke journalistiek en we brengen de waarheid naar buiten. Super! Ik heb een boodschap voor jullie. De komende periode is het heel belangrijk dat wij de regisseursrol op ons gaan nemen. Want in de Tweede Kamer begrijpen ze er helemaal niks meer van. Dat houdt in dat wij constructief moeten zijn. Dat wij moeten zeggen wat we wel willen in plaats van wat we niet willen. Want dat is hartstikke makkelijk. Dus laten we geen negatieve dingen meer schreeuwen, maar laten we voor dingen zijn. We zijn voor eerlijkheid, voor rechtvaardigheid, voor menswaardigheid. Dat is de boodschap.
Dames en heren, het grote probleem hier in de wereld is eigenlijk het hele centrale bankensysteem. Dat is een... Feit is gewoon, het centrale bankensysteem wordt beheerd door een kleine selecte groep wat geprivatiseerd is. Het centrale bankensysteem is het enige systeem wat geld mag maken, mag distribueren of uitdelen. En ze hebben in feite de inflatie in hand. Deze groep is dus een groep, eigenlijk families, die al een hele tijd bezig zijn, al 200 plus jaar, om dit systeem voor elkaar te krijgen. Het probleem is, het is hen ook gelukt om dit systeem in elkaar te krijgen. Kijk naar de Federal Reserve. Kijk naar de centrale bankensystemen in Europa. Die hebben de geldkraan opengedraaid. En wie moet er voorop draaien? Wij. Wij moeten er voorop draaien, mensen. Dat is toch niet normaal? Vind je dat normaal? En wanneer houdt het op dan? Wanneer komen we op voor onze rechten dan? Nee! Wat? Nee! Dank je! Hallo! Wij moeten het geld van de rijke mensen halen! Maar dat geven ze niet zomaar op! Wij moeten verzet organiseren! Een hele korte boodschap. Ik vind het werkelijk geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Laten we het alsjeblieft geweldloos houden. Daarmee maken we een goed signaal. En inderdaad, de rijken moeten nu maar eens gaan betalen. En we zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal gelijk. Dus jongens, één voor allen! Ik denk dat er een aantal hele goede dingen zijn gezegd. Sowieso, een van de centrale punten, hoe gaan we ons organiseren, hoe gaan we verder en waar zijn we wel voor? Dat zijn centrale punten, centrale vragen waar we ons de komende tijd mee bezig moeten houden. Volgens mij moeten we hier vandaag ook al een eerste stap in zetten. Dus dat betekent mensen die een idee hebben over hoe we ons kunnen organiseren, hoe we verder moeten gaan en wat onze alternatieven dan precies zijn. Kom graag naar voren, het doe je zegje. Er is een nieuwe politieke partij geboren, SOPN. En wat ik net al zei, dit is het manifest van deze politieke partij. Is constructief. Hier staan de alternatieven in. De alternatieven voor een positieve economie, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Energie, vrije energie, de implementatie van vrije energie. SOPN.nl, sluit je aan, we kunnen ons verenigen. Geen politieke partijen, die hebben de tijd gehad! Geen politieke. Wacht aan het volk! Van die politiek! Wij zijn allemaal één! Eén! 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 Politieke macht nodig! Hallo! Het is lang geleden dat ik dat kon zeggen, maar... prachtig weer, kameraden, en daar moeten we wat van gaan maken. In 1983 waren we hier met 1 miljoen mensen. We hebben één hele grote fout gemaakt toen. We hebben vergeten de macht over te nemen. Die fout moeten we nu niet meer maken. Mijn voorstel is om vanaf hier eraan te gaan werken om op 1 mei een hele grote massale demonstratie te laten vertrekken vanaf het Malieveld. Waarin we gaan laten zien dat we aldoende de organisatie ontwikkelen en de mogelijkheid aantonen om de macht over te nemen. Ik hoop dat ik jullie op 1 mei allemaal hier ga zien. Power to the people! Eén voor allen en alle voor één! Internationale solidariteit! 10 minuten! Oh jee, dat is wel lang. Oh, 10 minuten is echt saai!
Nou, dan een paar stukken rijdt. Ja, ik weet zo gauw niet wat. Nee, ik sta stil aan de laag. Ik hard laag, hard klimmen. Nou, begin en kijk eens verder. En goed in de microfoon praten. En dat ding een beetje hoog zetten. Links, ja, nee, ja, dat ding ook. Goedemiddag. Met een afstandsapparaat van. Ik heb hier een tekst heb ik van internet geplukt en in het Nederlands vertaald. Harder! Harder! Luister en huiver! Het geheime convenant. Een illusie zal het zijn. Zo groot dat het zal ontsnappen aan hun waarneming. Degenen die het zien zullen worden beschouwd als krankzinnig. We maken verschillende groepen om te voorkomen dat ze de verbinding tussen ons niet zien. We zullen ons gedragen alsof we niet zijn aangesloten om de illusie in leven te houden. Ons doel zal stap voor stap worden bereikt om nooit de verdenking op onszelf te brengen. Dit zal ook voorkomen dat ze de veranderingen zien als ze zich voordoen. We kunnen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan. Want wij kennen het geheime van de absolute. We zullen altijd samenwerken en gebonden blijven door het bloed en geheimhouding. De dood zal komen naar degene die spreekt. We houden hun levensduur kort en hun geest zwak. Terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen. We zullen gebruik maken van onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele manieren. Zodat ze nooit zien wat er gebeurt. Even een stukje skippen dan. We zullen vroeg beginnen als hun geesten jong zijn. Zullen we hun kinderen verleiden met waar kinderen het meest van houden, zoete dingen. Als hun tanden vervallen, zullen wij ze vullen met metalen die hun geest zal doden en hun toekomst zal stelen. Als hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we geneesmiddelen maken die ze zieker zal maken en andere ziekten veroorzaakten waarvoor we nog meer medicijnen zullen creëren. We zullen ze volgzaam en zwak voor ons maken door onze macht. Ze worden depressief, traag en dik. Als ze bij ons komen voor hulp, geven we ze meer gif. We zullen hun aandacht richten naar geld en materiële goederen, zodat ze nooit in contact komen met hun innerlijke zelf. We zullen hen afleiden met hoererij, externe genoegens en spelletjes, zodat ze nooit één zullen zijn met de eenheid van dit alles. Hun geest zal ons toebehoren en zij zullen doen wat we zeggen. Als ze weigeren, zullen we manieren vinden om geestverruimende technologie te implementeren in hun leven. We zullen angst gebruiken als ons wapen. We zullen hun regeringen vestigen en daarbinnen tegenstellingen scheppen. We zullen beide kanten in ons bezit hebben. We zullen altijd onze doelstelling verbergen, maar toch ons plan uitvoeren. Ze leveren de arbeid voor ons en we zullen bloeien van hun inspanning. Onze families zullen nooit mengen met die van hem. Ons bloed moet altijd zuiver zijn, want dat is de weg. We zullen hen elkaar laten doden wanneer het ons uitkomt. We houden ze gescheiden van de eenheid door dogma en religie. We zullen controle hebben over alle aspecten van hun leven en vertellen wat ze moeten denken en hoe. We zullen ze vriendelijk leiden en ze subtiel laten denken dat ze zichzelf begeleiden. We zullen vijandigheid tussen hen aanwakkeren door onze groeperingen. Wanneer iemand van hen het licht ziet, zullen we die vernietigen door spot of dood, wat ons het best past. Wij zullen hen elkaars harten laten verscheuren en hun kinderen laten vermoorden. Het bestaan van dit convenant mag nooit bekend worden. Het mag nooit worden gesproken of geschreven, want als dat gebeurt, zal de woede van de oerschepper op ons loslaten en zullen we worden verbannen naar de diepe krochten van waaruit wij kwamen. En we zullen blijven daar tot de eindtijd van de oneindigheid zelf. Dank u wel. Stilte! Ik wil hem zelf vasthouden. Ja, ik heb hem smarig. Ik zeg nog